Goedemorgen, meneer de wethouder van Sint-Vincent. Ik ben blij dat u hier gekomen bent, omdat u zoveel mensen heeft meegenomen. Laat ik u gewoon allemaal uitnodigen in het Jacobshofje. Kijk even rustig rond en dan vertel ik u zo dadelijk mijn verhaal. Volgt u mij? Maar zo moet hij er ongeveer uitgezien hebben, vele jaren geleden. Maar het zou kunnen dat er hier nog iemand is die hem in levende lijve heeft meegemaakt. Is er hier toevallig nog iemand die hem echt heeft gekend? Nee. Wacht. Dat geeft ook niks. Maar u snapt natuurlijk wel dat ik Monsignor Vince ook niet ben. Ik bedoel, hè, ik zou kunnen doen alsof ik hem ben. Maar dan zou ik niet het verhaal kunnen vertellen wat ik u nu zo dadelijk ga vertellen. En daarom lijkt het op mij maar het meest verstandig om zo snel mogelijk uit mijn rol te stappen. En meneer de wethouder, mag ik u vragen nog even naar voren te komen? Waar was meneer de wethouder? Komt u even naar voren, dan... kunt u dan even mijn hoed aan? En ook, deze zit een beetje door de microfoon. Nou, dan houden we die gewoon op. Dan geef ik u ook mijn mantel. En terwijl ik zo bezig ben, hè, vraag ik mij af. En als u ziet, dan mag u die even vasthouden, dan krijgt u ook deze mee. Helemaal mooi. Zijn er hier toevallig nog katholieken? Ja. En ook nog echte rooms-katholieken? Niet zoveel, geloof ik. Ik zie dat het rooms-katholicisme in Den Bosch al net zo uitgekleed is als ik. Ja, meneer Prins had daar al raad mee geweten. Want meneer Prins, dat was een echte bouwer. Een rooms-katholieke bouwer. Alles wat hij wilde bouwen, dat kwam. En niet voor niets was dan ook zijn motto. Leest u het maar voor, dan kunnen we met z'n allen even oefenen. Wat staat hier? 1, 2, 3. Rustig. Wie altijd leuk is, blijft. Ja, als hij er ergens niet mee eens was. Als hij goed in de rondstad in de heuvel komt. Of dat nou op straat was, in een hofje... In de winkel of bij het dorpstoneel. En Karel Prinsen, die was trots op zijn baan. Hij zag dit gebeuren en dat heerlijke zedenmoraal die hun vader had, dat vond hij geweldig. Hij wilde ook zo worden. En hij wist dus al op vroege leeftijd dat hij priester wilde worden. Ja, zegt u het maar weer hardop. Dus, en zo was hij 23-jarige leeftijd al gewijd tot priester. Eerst werd hij een soort klein kapelaantje in de regio. Maar al in 1885 vertrok hij naar het grote Zerthogenbosch
om kapelaan te worden van de Jacobsparochie. Eerst deed hij zijn werk veelal in stilte. Maar nadat hij tot pastoor gebombardeerd was, werd het steeds meer een extraverte en actiegerichte man. En zo zei hij: zo'n mooie, ranke, slanke toren. Was hij een prins? Ze was helemaal, ja, verliefd op de kerk als het ware. Maar er was wel een probleem. Bisschop van der Ven. Kent u bisschop van der Ven nog? Ja, bisschop van der Ven, die keek monseigneur prins aan en die zei: een toren hoger dan de Sint-Jan? Van mijn land zal ze leven niet. De Sir Piet, dacht prinsen. Maar ja, van der Ven was machtiger dan hij, dus hè, er zat niks anders op. En zo kwam er een kerk met een toren zo'n 4 meter lager dan die van de Sint-Jan. De bouwwerkzaamheden gingen aan. En ja, het vlottige staak. En ik weet niet wat u doet als u tevreden bent. En als u denkt, nou, het gaat allemaal wel zijn gangetje. Ik weet wel wat monseigneur Prinsen deed. Monseigneur Prinsen die dacht, tijd voor de boekhouding. Eens kijken of het allemaal nog klopt. En hij begon te tellen. 10.000, 20.000, 30.000. 10.000, 20.000. Een kerk zonder koor dan maar? Nee, dat kan niet echt, een kerk zonder koor. Nee, dat is onmogelijk. Een kerk zonder heilige beelden, hoe lijkt u dat? Saaie bedoeling, hè? Ja. Maar goed, er was niet genoeg geld. En uiteindelijk bedacht hij, nou dan maar een kerk zonder toren. Ja. En met dit besluit, wat hem zeer aan het hart ging, werd de nieuwe kerk gebouwd. Want één ding was zeker, die kerk moest er komen, want zijn bouwbegeerte was groot. En overigens niet alleen zijn bouwbegeerte hoor, ook zijn bekeringsbegeerte was groot. Want zijn wij niet aan onze eer verplicht om overal de woorden van onze oppermeester in daden om te zetten? Wat ik wil dat gebeurt. En zo richtte hij de Rooms-Katholieke Werkliedenbond op, zorgde hij erop slinkse wijze voor dat die vrijpostige rijkskweekschool naar Nijmegen werd geplaatst om plaats te maken voor een katholieke kweekschool. Ik hoorde het hier al, ja precies. En hij stond aan de wieg, ja, van de Sint-Paulusbeweging ter bestrijding van het alcoholmisbruik. Want het ging hier niet goed hoor. Alcohol, dat bracht de mens tot alles wat God verboden had. Het liefst had prins de hele alcohol verboden. Maar drinkt er iemand van u wel eens een borreltje? Maar ja, steek de hand maar op hoor. Wees die. Ja, ik zie het al. Monseigneur Prinsen begreep dat geheel onthouding niet echt in de volksaard van de Brabander paste. Dus daarom had hij een nieuwe leus. Wees matig in de matigheid. Drink een biertje in plaats van een borrel. Was toch iets minder sterk. Toen Karel Prinsen met zijn nieuwe plannen voor de kerk naar de architecten Stuit en Kuipers ging, hè? Nou, die hadden toen wel een borrel nodig. Het is maar goed dus dat die borrels nog gedronken mochten worden. Een kerk zonder toren, dat kan toch niet? Nou ja, Prinsen zei, wat ik wil dat gebeurt. En dus kwam er een kerk zonder toren. De architecten tekenden toen maar een mooi nieuw plan. Er zou dan geen toren komen, maar er kwam wel een prachtige, pompeuze zijingang. En zo was in 1907 de eerste mis in de kerk een feit. Maar na de eerste mis gingen die bouwwerkzaamheden natuurlijk gelijk door, want die ingang moest nog gebouwd. En monseigneur Prinsen ging elke dag kijken bij de kerk. Iedere dag liep hij langs. En iedere dag stond zijn gezicht bedrukter. Bedrukter, bedrukter. En op een goede dag stond zijn gezicht op onweer. Een kerk zonder toren. Er was toch geen gezicht. Maar ja, hij had het besloten. En eens een besluit, altijd een besluit. Je moet standvastig zijn, hè? Ja.
geen twijfelaar zijn en vooral niet als twijfelaar overkomen. Nee. Dus kwam die toren er? Natuurlijk niet, want prinsen zei, wat ik wil, dat gebeurt. Nou ja, een aantal weken slapeloze nachten verder kwam hij toch nog terug op zijn besluit. Want op een goede nacht, toen hij weer niet kon slapen, had hij zoiets van, vooruit, die toren moet er maar komen. De dag daarna ging hij naar de architecten en die dronken gelijk nogmaals een borrel van blijdschap. En de toren werd gebouwd. Hij werd nog iets lager dan al de bedoeling. Maar goed, een kerk met een toren, u kunt hem daar nog altijd bewonderen. Een prachtige kerk, en daar wil je wel even naar kijken. En monsignor Prinsen stond er ook gewoon heerlijk zo in het zonnetje, zo te genieten van de kerk. Oh. Het gaat goed. Maar dat genieten werd toch al snel een beetje saai. Ja, dat is leuk hoor, zo'n kerk, hè. Dat was voor elkaar gekomen, maar hij wilde weer bouwen. En bovendien had hij in die tijd ook nog een heel groot ander probleem, het socialisme. Want het socialisme rukte steeds maar verder op. En monsignor Prinsen dacht van, hé, als die twee dingen nou met elkaar verenigd kunnen worden, kan ik niet twee vliegen bouwen in één klap. En hij dacht en hij dacht, hij dacht en hij dacht. Maar denken was niet zijn sterkste punt. Het was meer een doener dan een denker. Maar gelukkig kreeg hij hulp. Uit een vreemde hoek. Hij kreeg hulp van een vlieg. En nog een vlieg. Gatsie. Vliegen zijn smerige beesten. En smerig waren ook de meeste huizen van al die arbeiders in de stad. Smerig met alle ziekelijke gevolgen van dien. Gats. En als goed katholiek, ja, moest hij er ook toch zijn voor de mensen. Hij moest zorgen dat ze een beter leven konden krijgen. Dat zat gewoon in zijn aard. En dan had hij gezien dat er in de verschillende andere steden al iets werd opgericht wat een woningbouwvereniging heette. En die verenigingen die zorgden ervoor dat de huizen beter werden, dat de mensen een grotere ruimte kregen, dat het schoner werd. En Prinsen dacht, als ik dat nou ook eens in Den Bosch doe. Maar dan niet gewoon een woningbouwvereniging, nee. Ik doe het vanuit de katholieke kerk. Dan is iemand die dan in zo'n huis komt te wonen vanuit de katholieke kerk, die voelt zich dan wel gedwongen om de rest van zijn leven katholiek te blijven. Pats! Twee vliegen in één klap. Ja, haha. En hij is gaan bouwen. En in 1918 begonnen de eerste werkzaamheden van de nieuwe woningbouwvereniging in Den Bosch. Met een prachtige naam. U raadt het al. Precies, monsignor Prinsen. En toen was er hier nog wat ruimte vrij. En daar stond de kerk. Wat is er mooier dan een hofje vlak bij de kerk. Dan kan je gewoon met de mensen praten, dan kan je ze een beetje in de gaten houden. Maar je kan ook zien hoe het allemaal vordert en hoe de mensen blij zijn met het leven. En toen is hij gaan bouwen. Ja, en hij heeft hier dit prachtige hofje gemaakt. Het hofje waar wij nu met z'n allen staan. Want, ja, u mag van monsignor Prinsen denken wat hij wil. Of wat u wil. Het was een eigen gereid man. Maar het was ook een man met liefde. Een man met een goed hart. Een man met een katholieke missie waarvanuit hij veel voor elkaar heeft gekregen. Een man die u en mij vandaag gebracht heeft tot waar we nu staan. Meneer de bisschop, zou ik weer graag, meneer de wethouder bedoel ik. Ik zou weer graag mijn tenue willen. Ja, dank u wel. Ja, doet u de hoed maar eerst dan. En zou u mij even kunnen helpen? Zeker. Leg ik die even op de grond. Ja. De sokken nog omhoog. Juist. Ja, dat zit u niet dagelijks. Dat hoor ik wel. Heren. Dat zou u ook eens wat vaker moeten doen thuis. De dames zijn er gek op. Beste mensen. Ik wens jullie allemaal nog een hele prettige monumentendag. Je kunt daar gerust een kaartje meenemen, die ligt daar ergens bij de kraam. Ik zeg u alleen nog maar, heel veel plezier vandaag
En het gaat nu goed. Dank u wel, ik heb mijn prachtige geholpen. Had u ooit gedacht dat u ooit vandaag nog kapschop zou spelen? Ik zou zeggen, ga allemaal lekker op uw gang. En ja, geniet van het prachtige. Even aangekleed? Ja, dan moet ik wel even weer aankleden. Ja, dat is goed. Hey, fijne dag. Ja, ook eens gelijk, hè. We zien elkaar er nog.